Hallo allemaal, welkom bij het Dynamo Jeugdwerkverkiezingsdebat 2023. Op 22 november vinden de Tweede Kamerverkiezingen plaats. Daarom hebben we vandaag een debat georganiseerd. Mijn naam is Mehmet Gunes, ik ben vandaag de gespreksleider en ik heb hier twee gasten met mij die met elkaar in gesprek zullen gaan over een aantal stellingen. Zou je jezelf kunnen introduceren? Mijn naam is Sarah, ik ben 21 jaar. Ik studeer journalistiek aan Fontes Hogescholen in Tilburg. Ik ben zelf veel bezig met politiek. Ik volg namelijk gewoon op de voet. Heel belangrijk als journalist zijnde. Dus, en daarnaast vind ik het ook gewoon heel erg leuk om allemaal een beetje bij te zijn met al die dingen. Heb je zin in vandaag? Ja, zeker. Ja. Mooi. Ja, ik ben Ilker. Ik ben vorig jaar afgestudeerd op de Fontes Hogeschool als fiscalist. Ik heb een eigen bedrijfje. Verder werk ik nog bij ons familieuitzendbureau, waar we met een aantal van mijn neefjes en nichten samenwerken. En over het politiek, ja, ik volg heel vaak de Tweede Kamer. De Tweede Kamer. En heel vaak ook discussies met neven, met nichten. Eventueel ook bij voetbal met Jimmy. En dat was het. Nice. Nou, je hebt ook gezegd van even zin in vandaag. Zeker. Mooi. Dan zal ik even kort het format bespreken, ook met dit publiek. Het is vrij goed op beeld te zien. Nou, we hebben onze intro, die hebben we net gedaan. Ik zal een stelling introduceren en daarna kunnen jullie tijdens de introductie van de stelling op jullie whiteboard voor jullie voor of tegen zetten. Het kan natuurlijk zijn dat jullie allebei tegen zijn of allebei voor zijn of een voor of tegen. Het zal allemaal kunnen. Daarna krijgt één van jullie het woord voor 5 minuten. In de tussentijd kan de ander aantekeningen maken en daarna krijgt de ander het woord en dan kan de ander aantekeningen maken. En daarna volgt een open gesprek, 15 minuten. En vervolgens is er een slotbetoog. Dus dan krijg je allebei 1 minuut tijd om een slotbetoog te houden. En tijdens het betoog van 5 minuten zal ik een bord omhoog houden wanneer er nog 1 minuut te gaan is, zodat jullie gewoon ook weten hoe het zit met de tijd. Ja. Oké, de eerste stelling van vandaag is: het woningtekort moet worden opgelost door de overheid. Nou, Nederland staat voor een enorme bouwopgave. De komende 7 jaar moet er 1 miljoen woningen worden bijgebouwd. Nou, de aanjagers van deze grote bouwopgave zijn bevolkingsgroei door migratie. Dat kan arbeid, asiel of studie zijn. Ouderen blijven langer thuis wonen. En huishoudens worden kleiner. Dus er wonen steeds minder mensen in een huishouden, waardoor er ook meer huizen nodig zijn. Nou, aan jullie de eer om voor of tegen te zetten op jullie bord en deze omhoog te houden. Ik zie dat Sarah voor is en Ilker is tegen. Dus nogmaals, het woningtekort moet worden opgelost door de overheid. We hebben iemand die tegen is en iemand die voor is. Wie zou willen beginnen? Ik wil best beginnen hoor. De voorstander wil beginnen. Alright. Yes. Dan gaat zo het. Ik kijk even naar mijn timekeeper. Ja. De 5 minuten gaan nu in, Sarah. Succes. Ik vind dat de overheid het woningtekort moet aangrijpen. Een heel groot onderdeel van de campagnes die gaan gewoon over bestaanszekerheid. Daar heeft de koning tijdens de troonrede afgelopen prinsdag er heel veel over gehad. Bestaanszekerheid, een woning hebben valt daar gewoon onder. Ik vind dat onder het beleid van Rutte 1, 2, 3 en 4... heeft Nederland te lang onder bijvoorbeeld huisjesmelkers geleefd. En heeft dat het mogelijk gemaakt dat vooral mensen met heel veel geld een appartement of een huis of een pandje of een grachtpand in Amsterdam kunnen die gewoon kopen en voor eigenlijk slecht onderhouden en voor heel veel geld verhuren. Maakt het ontzettend moeilijk voor studenten om aan een woning te komen. En die bestaanszekerheid geldt voornamelijk voor mensen met een laag tot middel inkomen, mensen die asiel aanvragen, studenten, daklozen of dat je ook plots op straat staat. Daarnaast vind ik dat het wel door de overheid moet gedaan worden. Want als dat niet door de overheid gedaan wordt, dan heet dat privatisering. En we hebben al gezien dat in de geschiedenis dat niet altijd goed is gegaan. En dat is bijvoorbeeld met de Nederlandse spoorwegen. Die zijn ook geprivatiseerd vanuit de overheid. Is dat
heeft iemand dat overgenomen. Wouter Koolmees is dat, geloof ik, ook oud-politicus. Daar is ook een potje van gemaakt. En het gaat nou niet eenmaal goed met de treinen. En de treinchauffeurs die worden onderbetaald. De machinist, sorry. Het personeel daar ook. Treinen worden ook niet goed. De treinreizen. En we weten allemaal hoe kut het eigenlijk is. Het wordt zoveel geklaagd. Hetzelfde met andere dingen zoals CBS. Was ook ooit onderdeel van de overheid. Die hebben ze ook geprivatiseerd. Er zijn heel veel mensen daar niet gelukkig mee. Dus we hebben al in de praktijk gezien dat zulke onderwerpen gewoon wel bij de overheid moeten liggen. Ik vind ook dat dat een te grote opgave is voor gemeenten. Ik denk niet dat gemeentes de juiste tools hebben om een woningtekort in hun gemeentes aan te passen. Vooral als je zulke grote gemeentes hebt als Eindhoven, maar ook bijvoorbeeld Amsterdam, die deelt met zoveel andere dingen, dat ze het woningtekort gewoon niet aan kunnen, denk ik, op dit moment als gemeente zijnde. Ik denk dat dat bestaanszekerheid dat wonen daar een onderdeel van is. Dus vandaar dat de overheid gewoon daar misschien een aparte minister voor moet aannemen. Dat hebben ze ook gedaan. Dat was Hugo de Jonge. Na die coronacrisis is hij van de woningen is hij minister geworden. Vind ik een heel goed idee. En iets wat zeker gewoon door moet gaan naar de volgende verkiezingen. Ik denk dat we vanuit daar pas echt die woningcrisis kunnen opbouwen. En dat moet met een coalitie gaan die ook akkoord mee gaat dat het ten koste moet gaan van bijvoorbeeld landbouw. Omdat Nederland nou eenmaal gewoon een te klein land is om niet die woningen aan te pakken. Dus ik vind een ander verhaal met flora en fauna. Dat is weer een klimaatkwestie. En die moet wel gewoon beschermd worden, want we doen het al niet zo heel goed daarmee. Maar er moet heel kritisch naar gekeken worden. En zullen ook gewoon keuzes moeten gemaakt worden die misschien niet iedereen mee eens zijn. Maar allemaal moet dat gewoon wel bij de politiek blijven liggen en bij de Tweede Kamer. Right. Ik zie dat je eigenlijk vooral op de rol van de overheid ingaat. Hè? Je hebt dus met name de Rijksoverheid, zoals ik begrijp, want de gemeente is natuurlijk ook een overheid. Ja, natuurlijk. Ik vind aan dat het echt een centrale taak van de Rijksoverheid is, zoals ik het heb gezien. Ja. En wat me opvalt, je klassieke visie is dat er veel overheidsbemoeienis, overheidsingrijpen moeten zijn binnen de maatschappij, toch? Mm-hmm. Dat is eigenlijk wat ik bij je zie. Tot een bepaalde hoogte, ja. Ja. Je noemt we hebben nog 1 minuut. Mm-hmm. In de, right. Die zetten we weer hier neer. Right. Ik zie ook dat je een aantal punten benoemt, zoals de NS en het CBS. Ja. Er zijn natuurlijk verzelfstandig, geprivatiseerd, hoe je het ook wil noemen. De overheid is nog steeds wel 100% aandeelhouder van de NS. Dat de NS is geprivatiseerd. Dat betekent dat zij eerst in de touwtjes hadden en hoe dat geregeld werd. Ik weet niet precies wat voor ministerie daaraan gekoppeld zou zijn. Maar die is geprivatiseerd wel door een oud-politicus, Wouter Koolmees. Mm-hmm, mm-hmm. En daar kan je vinden van wat je wilt. Maar ja. Het is wel een zelfstandige individu die daar over schreef. En hetzelfde met het CBS. Dat is ook door een oud-politicus. Wordt het nog steeds gefundeerd. Volgens mij, wat ik eigenlijk bedoel, je hebt een privaatrechtelijk rechtspersoon. Inderdaad, de NS dat zal nu een BV zijn geweest. Mm-hmm. En de CBS waarschijnlijk nu ook. Natuurlijk een publiek rechtspersoon. Dat is dan natuurlijk de staat, de Nederlanden, een provincie, een waterschap of een gemeente. Mm-hmm. Het is inderdaad geprivatiseerd. Heeft nu een ander label gehad. Maar alleen, het is nog steeds de aandeelhouder van de NS of de CBS. Dat is nog steeds de Rijksoverheid. Dat is meer mijn punt. Dus maar niet dat het nu. Maar dat mag. Dat mag. Het is gewoon meer dat de persoon, het CEO, laten we daarvan zeggen, dat is gewoon een individu. Daar is geen partij bij gekoppeld, daar is geen ministerie bij gekoppeld. Dat zijn gewoon echt gewoon mensen in pakken. Waar geen, dus jij vindt gewoon dat het publiek rechtelijk had moeten blijven. Je bent gewoon veel overheidsingrijpen, zoals even kort samengevat. Ja. Dat moet allemaal niet zelfstandig geprivatiseerd worden, omdat anders mis kan gaan. En dat is ook voor je woning, vanuit je woningstekort visie, is dat ook gewoon zoiets moet gewoon de overheid oppakken en niet aan de markt overlaten. Ik vind gewoon dat het een groot risico is voor de bestaanszekerheid. Vooral als dat zo gehamerd wordt. En het is een woord dat eigenlijk niet bestaat, laten we eerlijk zijn. Dat is een woord dat nu met deze nieuwe campagnes, is dat nu een beetje erin gezet. Bestaanszekerheid
al dat soort dingen. Ja. En dat is woning. Wonen is een recht. En dat is niet een recht dat ontnomen zou moeten worden. Ik vind dat met privatisering is dat gewoon een te groot risico. Ja, je punt is duidelijk. Dankjewel. Ja. Laten we doorgaan naar Ilker. Dus je was tegen overheidsingrijpen voor de woningmarkt, als ik het goed heb begrepen. Dat mag je toelichten. Je hoeft nog niet natuurlijk in te gaan op Sarah. Voel je vrij om je eigen punten naar voren te brengen. Ja. Want we hebben straks een gesprek van 15 minuten waarbij jullie op elkaar kunnen reageren. En Sarah, voel je vrij om aantekeningen te maken. Dat zal ik zeker ook doen. Ik vind dat Nederland zich niet mee moet bemoeien met de woningmarkt. Het enige waar ze eventueel wel mee, we zouden mee kunnen bemoeien, is het tegengaan van immigratie. Want als je het tegenhoudt van het immigratie, dan komen er al een heleboel woningen vrij. Dus jij richt je voornamelijk op de aanjager van je zegt, kijk, wat is de oorzaak van ons, want al waarom we heel veel moeten bijbouwen? Dat komt onder andere door migratie. Ja, want als je kijkt naar sociale huurwoningen, goedkope koopwoningen, die worden door experts of de mensen die voorrang hebben op sociale huurwoningen. Op dit moment is dat vooral van sprake. Als je bijvoorbeeld als Nederland zijnde kijkt, als Nederlands economie hebben wij op dit moment een ICT'er nodig. Dan kan je bijvoorbeeld van buitenaf specifiek een ICT'er zoeken en dan laten immigreren naar Nederland. Maar op dit moment heb je echt, bijvoorbeeld een oorlog in Oekraïne, dan komen weer de mensen die daar problemen hebben naar Nederland toe. Ze kunnen ook eventueel naar een ander land. Of niet per se Nederland te zijn. Mm-hmm. En waarom denk je dat voor Nederland kiezen? Ja, omdat Nederland heel makkelijk is met zulke dingen. Als je het een beetje lastiger maakt voor de mensen van buitenaf, dan zal het voor hun in ieder geval moeilijker zijn. En voor de Nederlanders in Nederland veel beter. Want zij komen dan makkelijk aan een huis. De huizenmarkt zal dan ook niet zo overvloeid worden. Zal minder overgeboden worden eventueel. Ja, nu, op dit moment is dat misschien minder omdat de rente zo hoog is. Maar de starters zouden dan in dat geval makkelijker aan een woning kunnen komen. Als je dat tegenhoudt. Dus denk je ook van, misschien hoef je niet zoveel bij te bouwen als je minder mensen toelaat. Is dat een beetje eigenlijk wat je... Dus we zouden eventueel geen probleem kunnen hebben als we... Minder mensen toelaat. Dus dat is een beetje wat ik merk. Ik weet niet of ik het... Ik wil geen woorden in je mond leggen natuurlijk. Je kan altijd nog bijbouwen. Maar als jij in ieder geval het tegenhoudt... dan heb je op dit moment het probleem opgelost. Hm. Want als jij binnen 3 jaar, zeg maar... de komende 3-4 jaar in ieder geval de immigratie vermindert... dan komen ook meer woningen vrij... En dan, je kan kijken, achteraf, ik kom nog zoveel woningen tekort. Dan kan je nog vervolgens kijken, als overheid zijnde wil ik hier nog specifieke woningen maken. Dan kan je echt zoekend kijken waar je echt sociale huurwoningen hebt of een tekort aan koopwoningen hebt. Dan kan je echt specifiek gaan kijken per stad, zeg maar. Maar de eerste... Het probleem wat echt opgelost moet worden is het verminderen of helemaal stopzetten van de immigratie. Right, je punt is duidelijk. En van Nederland is in 2022, vorig jaar is Nederland gegroeid met zo'n 221.000 mensen. Waarvan eigenlijk 224.000 uit migratie en 3.000 door natuurlijke, er gingen meer mensen dood dan dat er nieuwe baby's bij kwamen in Nederland. Dus 221.000 is een netto, en dat is een netto saldo van migratie. Alleen, je had het ook over, je had over arbeidsmigratie. Ja? Stel dat je IT'ers tekort komt in Nederland, dat je je daarop kan richten. Dat is zo'n model. En ook op asiel heb je op gericht net. Oké, je hebt het over migratie gehad.
Even een achtergrond over migratie. In Nederland zijn in 2022, vorig jaar, zijn er 221.000 mensen. Dat is een positief saldo, dus de bevolkingsgroei was 221.000. Er was 224.000 mensen kwamen uit het buitenland en 3.000 mensen was omdat er meer mensen overlijden dan dat er nieuwe baby's kwamen. En van die 221.000 mensen, dat was 40% arbeidsmigratie, 30% gezinshereniging, 20% voor studie en 10% voor asiel. Heb je ook een bepaalde visie voor deze specifieke groepen? Want nou, asiel, dat was 10% wat ik benoem, dat is zeg maar zo'n 22.000 mensen ongeveer. Maar stel dat je alleen het asiel dat zou verminderen, hè, dan heb je nog steeds natuurlijk de bulk, nog die 200.000 man. Dus hoe zou je daarmee willen omgaan? Gewoon echt. Nederland moet echt alleen maar zoeken wat ze nodig hebben, vind ik. Dus voornamelijk op arbeidsmigratie richten? Nee, gewoon echt volledig heel immigratie stopzetten. En echt zoeken wat je nodig hebt. Wat kan de Nederlandse economie verbeteren? Want het gaat om Nederland en om de Nederlandse mensen. En je wil als Nederland zijnde de economie verbeteren, waardoor de mens ook het beter zal hebben. Dus je komt dat. Maar op het moment dat je dat tegenhoudt, wat je al zegt, dan heb je. Jij gaf als aantal 122.000, zei je? 220.000 mensen. 220.000. Ja, als je dat in zijn geheel tegenhoudt, dan heb je 220.000 met man die in 22 niet zou komen. Dan had je 220 woningen. Wat ja. Vrij zou komen voor de Nederlandse mensen. Snap je? Ja, inderdaad. Het gaat dan de grootte van de huishouden nog. Maar stel dat het 3 is, zoiets, dan ga je dat tot. Ja, precies. Dat het altijd 3 delen heb je. Dus zoveel minder huis nodig, inderdaad. Ik snap je punt, ja. Oké, dames en heren, dan gaan we door naar het volgende onderdeel. Dat is het open gesprek van een kwartier. Beide personen mogen elkaar vragen stellen. Laat elkaar uitpraten. Nou, geef elkaar de tijd om elkaars. Luister goed naar elkaar zelf. Geef elkaar de tijd om elkaar te begrijpen. En ook. Go for it, zou ik zeggen. Dus wie wil er beginnen? Ja, ik heb al wel het aantal dingen opgeschreven, zoals je een beetje kan zien. Je hamerde net op het feit dat de Nederlandse economie is zwak aan het worden door middel van die migratie die er komt. En ja, niet per se zwak. Het is meer dat als je specifiek wat je nodig hebt gaat zoeken, dan kan je op dat gebied in ieder geval de huizenmarkt, de drukte daarop verminderen, zeg maar. Maar dan leg ik je deze voor. Al die expats die naar Nederland komen, en vooral omgeving Eindhoven-Veldhoven, die bij ASML komen werken, die zijn een ontzettend grote aandeel voor de Nederlandse economie. En die hebben die huizen ook nodig. Zo is, ik denk vorig jaar, een hele straat in Veldhoven voor een paar miljoen gekocht voor die mensen daar te komen werken. Die miljoenen gaan ook een beetje naar de overheid met de belastingen. Maar die mensen die hebben zo'n groot aandeel en die brengen ook heel veel waarde voor de economie. En dat is wel echt 40% van die mensen die dat getal van vorig jaar die naar Nederland zijn gekomen om te werken. Dus die arbeidsmigratie wordt eigenlijk. Die economie wordt alleen maar bevorderd door die arbeidsmigranten te hebben. Om een volledige stop te zetten aan migratie, dat is een hele andere kwestie dan te kijken naar de woningtekorten. Want als we kijken naar bijvoorbeeld die 40% en die 20%, die arbeidsmigratie en die mensen die voor een studie komen, het is een investering voor die mensen. Want die mensen die al, ook vooral buiten Europa, die betalen veel meer voor een studie dan een Nederlandse student. Dus er worden op heel veel verschillende vlakken worden al groeit de economie omdat daar heel veel geld uit te vallen valt. Dus ik moet zeggen dat ik met de cijfers erbij die ik van de host heb gekregen, zou ik dat willen ontkrachten op die manier. Als je kijkt naar de 20% aan studenten, dan zou Nederland eventueel kunnen kijken, oké, gaan 20% aan studenten weg, dan zouden ze maximaal 20% ook naar binnen kunnen laten. In plaats van 10% naar buitenland bijvoorbeeld, 20% naar binnen. Dan heb je een overvloed wat naar binnen komt ten opzichte wat er naar buiten gaat. Maar ook dat geld dat erbij komt kijken. Want een gemiddelde student, een Nederlandse student die aan een hbo zit, betaalt ongeveer 2000 euro per jaar aan collegegeld. Voor iemand die ook
die, laten we kijken, naar buiten Europa komen, die betalen 11.000 euro. En dat collegegeld, dat gaat naar het ministerie van Onderwijs. Dus daar wordt ook al in bevorderd. Desondanks zij in Nederland blijven of niet om te komen werken, is er nog steeds geld uitgehaald uit die studenten. Vind ik niet eerlijk tegenover de student, want ik vind dat iedereen recht heeft op educatie. En ons educatiesysteem in Nederland is gewoon heel goed. Wij leiden mensen gewoon goed op. Of zij nou besluiten om hun carrière ergens anders verder te laten gaan, dat maakt in principe niet zo heel veel uit, omdat ze hebben al bijna, wat zal het zijn, het vierdubbele van het collegegeld al betaald. Dat alleen maar naar de overheid gaat. En hoe leidt het naar het woningtekort dan, Sarah? Want ik snap dat je het over de migratie hebt. En dat natuurlijk arbeidsmigratie, dat levert natuurlijk geld op voor de belastingkas. Nou, heel goed. Studenten buiten de EU, ik weet niet wat percentage daarvan is, maar er zijn ook heel veel studenten binnen de EU die naar Nederland komen. Die betalen ook gewoon een bedrag zoals andere personen, Europese Unie inwoners, zoals Nederlandse inwoners. Mm-hmm. Alleen, wat zie je van de impact op de woningmarkt en hoe zie je dat? Ik zie dat als... Want de stelling is namelijk, de overheid zou... Ik ging op in wat hij voornamelijk zei, wat... Ja, dat is niet. Dat is een. Voor een voor uit bijvoorbeeld. Jezus. die voor hun studie komen hier vanuit het buitenland. Maakt geen verschil uit of studenten die zitten nou eenmaal aan een woningtekort. Uit Europa of uit het buitenland of in het binnenland. Nederlandse studenten hebben ook gewoon heel veel moeite. En dat is iets wat de Nederlandse overheid moet gaan oplossen. Want heel veel van die studenten, laten we eerlijk zijn, die zitten met 10 man in een kleine. Vrij klein huis. En wie is eigenaar van het huis? Vaak een huisjesmelker die vaak niet komt kijken naar hoe veilig het huis is. Er zijn heel veel huizen dat brandgevaar hebben. Of dat het rookmelders niet doen. Of de deuren die gaan niet dicht. En het wordt zo vaak aan de bel getrokken. Maar omdat het een individu is die dat huis beheert en niet de overheid, wordt daar niet kritisch naar gekeken. Dus ik denk dat dat een probleem is dat de overheid moet oplossen. Want een individu die al die huizen heeft en ontzettend veel geld daarmee ophaalt, voor eigenlijk te veel man in één huis te soppen, dat vind ik dat opgelost moet worden door de overheid. Want zodra een overheid ergens moet voor zorgen, dan moeten ze voor alles zorgen. Hè? De veiligheid bevorderen van de studenten in dat huis. Als ze aan de bel trekken, dan moeten Er is een huurcommissie inderdaad die hierover gaat. Maar, ja. Maar wat je aangeeft, het is natuurlijk een gesprek vooral tussen jullie twee, maar wat me opvalt, inderdaad, er wonen 10 studenten in een huis. Maar is dat dan niet juist dat het de woningmarkt helpt eigenlijk in dit geval? Want er is een woningtekort. Nou, een huisjesbaas zegt, ik heb 10 kamers. Dan heb je wel gelijk 10 huishoudens, zeg maar, in principe. Want een studentenkamer is in principe 1 huishouden. Zo zie ik het dan eigenlijk. Hè? Het is vaak niet veilig. Het is geen veilige omgeving om zoveel mannen in 1 huis te stoppen. Het vaak komt op nieuws, er is overlast. De deur die gaat niet dicht. Ja. En dat, je zegt nu wel van, dat is een oplossing, lijkt het wel. Maar dat komt gewoon omdat dat de oplossing is die mensen gewoon maar mee moeten doen. Omdat die woningtekort zo krap is. Dus als we daar iets aan zouden doen, dan zouden we misschien dat minder bevorderen. Want het is, als ik ben ooit wel eens in van die studentenhuizen geweest, daar wil je echt niet doodgevonden in worden, hoor. Dat gaat nergens over. En sommige mensen vinden het leuk, hè, daar niet van. Dus daar ga ik helemaal niet op judgen. Maar dat is weer een creatieve oplossing geweest van studenten en van instanties van, oh, doe het maar gewoon zo. Maar ik weet zeker dat heel veel mensen ervoor kiezen om dat ook niet te doen. Want het is gewoon heel erg duur ook. Vooral omdat het onder de bewind van huisjesmelkers zijn. En hoe zie je de rol van de overheid hierin dan? Hoe kan de overheid helpen om het, in dit geval de studentenkamer, tekort op te lossen? Maak het mogelijk om meer huizen te bouwen. Vooral rondom de grote steden waar dat mogelijk is. Zou ten koste moeten gaan van bepaalde elementen in een stad bijvoorbeeld. Je moet compromissen sluiten. En je zult dingen tegenkomen waar je niet tevreden mee bent. Als politicus zijnde, als burger zijnde. Maar ik vind dat het niet zo lang kan gaan. En daarom, ik weet niet hoe ze het gaan oplossen. Als ik dat had geweten, dan zou ik de politiek even in moeten gaan. Dan had ik dat wel opgelost. Maar de bal ligt in ieder geval bij de overheid. Dat is eigenlijk je. Dat is mijn punt. Dat is mijn punt. Ja. En Ilke was vooral een voorstander van het vrije marktprincipe. Hè, van
Ja, Sarah, jij gaf aan dat de overheid bij de grote steden eventueel zou kunnen bouwen. Alleen dan komt nog het probleem van de dat ze niet overal kunnen bouwen in verband met de asbestregeling. Dat niet overal de bouwvergunning wordt verstrekt. Mm-hmm. En ja, je gaf ook eerder aan dat je het belangrijk vindt dat de klimaatregels mm-hmm. aangehouden worden. Mm-hmm. Maar dan, hoe kijk jij hier naartoe dan? Als je kijkt naar het percentage van waar wel gebouwd kan worden en nog niet gebouwd wordt, is dat veel groter dan we kunnen daar niet bouwen, want daar is asbest. Dus er zijn veel meer plekken waar je kan zeggen, oké, we kunnen daar bouwen en dan kunnen we bijvoorbeeld, ja, dat moet ten koste gaan van misschien de agrarische sector. En wil ik even bij zeggen, ik weet niet genoeg over landbouw en het boerenprobleem en het stikstofprobleem om hier daar nu over in te gaan. Dus daar zal ik ook niet over ingaan. Maar als de mogelijkheid daar is, vind ik dat de overheid een compromis moet sluiten om daar ook te kunnen bouwen. Want daar is veel mogelijk meer om te bouwen dan te zeggen van, oh, daar is asbest, dat doen we. Dat is misschien een heel klein percentage van waarom we niet kunnen bouwen. Terwijl heel veel plekken zijn waar we wel kunnen bouwen. Jij geeft aan dat ze kunnen bouwen op de agrarische sector. Alleen Nederland maakt echt een heleboel geld door de agrarische sector. Mm-hmm. Dat als je dat van de Nederlanders afneemt, mm-hmm. dan verliezen nog meer geld mm-hmm. dan op dit moment de huizenmarktprobleem. Ik zeg ook niet dat het de hele agrarische sector weg moet. Nee, tuurlijk, er gaat ook heel veel geld in. We zijn een hele grote exporteur binnen Europa. Daar ben ik het helemaal met je eens. En ik heb daar niet veel kennis over, moet ik zeggen. Ik weet wel dat het een heel groot ding is. Partijen zoals BBB, die zijn er ook heel erg mee bezig. Ik weet niet. Ik heb daar gewoon niet zo heel veel gevoel bij om te denken van, als we kijken naar economische redenen, dan wat je net ook benoemde met die arbeid, met die migratie in ieder geval, daar harken we ook heel veel geld mee. Dus als je dat samen wilt leggen, ja, dan zou ik zeggen van dan moet daar een compromis in gesloten worden. Als we naar economische redenen willen kijken, als we het ook hebben over migratie en de agrarische sector. Ja, je gaf ook eerder aan dat de overheid moet ingrijpen. Alleen gaat dat niet in op de vrijheid van de mens? Dat bijvoorbeeld de verhuurder kan bepalen aan wie en hoe hij het wil verhuren, hoeveel mensen hij erin wil hebben. Mm-hmm. Tuurlijk zijn er een aantal regels mm-hmm. waar de verhuurder zich aan moet houden. Mm-hmm. Maar dat is heel beperkt op dit moment. Als de overheid heel veel met de mens gaat mm-hmm. bemoeien, mm-hmm. zou het eventueel ten opzichte van de vrijheid van de mens tegengaan. Ja. Ik vind sowieso dat de overheid niet een totale macht over de woningmarkt mag hebben. Ik vind organisaties, of hoe je het ook noemt, zoals Trudeau en dat soort dingen, die dat zelf allemaal netjes in orde hebben, dat vind ik heel goed. Ik vind het probleem met individuen, vind ik, zoals huisjesmelkers, dat vind ik een heel groot probleem. Dat is ook door onder bewind van de VVD heel lang ook gewoon, mocht dat gewoon zo doorgaan, vandaar dat we een beetje hier zijn gekomen. Ik vind dat ze daar tijdelijk in mogen gezet worden om die crisis op te lossen. Maar ik vind niet dat ze een totale macht over de woningmarkt moeten hebben. Er moeten ook natuurlijk wel verhuurders kunnen zijn. En daarmee gezegd te hebben, daar moeten ook wel hele strikte wetten en regels, zodat je het verschil van een verhuurder en een huisjesmelker heel duidelijk in maakt. Dus totale macht over de markt niet mee eens. Wel inzet genoeg om daar iets aan te doen. Zo denk ik daarover. Oké. Ja, oké. Dan komen we even bij de. Dan wil ik nog even aanhaken op de andere twee punten. Dat zijn eigenlijk, we hebben het voornamelijk over migratie gehad. En het ging over zowel studiemigratie als arbeidsmigratie, wat Sarah zojuist aanhaalde. Wat vinden jullie van in ieder geval, volgens mij ben jij tegen overheidsingrijpen in de markt over het algemeen, zoals ik begrijp uit je betoog, Ilka. Maar ouderen die langer thuis blijven wonen, is dat ook dan aan de ene kant
Ja, dat is natuurlijk ook een aanjager voor die bouwopgave. Nou, stel dat een oud persoon in zijn eigen huis blijft wonen. Of in een huurhuis blijft wonen vanuit het sociale huurhuis. Dat zou natuurlijk ook kunnen. Dat zorgt natuurlijk ook voor een enorme bouwopgave. Want in dat huis zouden ook gewoon, weet ik het, 4, 5 andere mensen kunnen wonen. Hoe zien jullie dat? Waar moeten die mensen anders naartoe, denk ik? Vanuit overheidsingrijpen zou je bijvoorbeeld ook meer verzorgingshuizen en meer bejaardenhuizen kunnen bouwen. Ik roep maar wat, hè. Dat is meer een... Ja, nog niet echt. Je bent voor overheidsingrijpen, dus meer, je probeert meer in die hoek. Ja, ik probeer te een vinden. Beetje na te denken hoe ze daarop kunnen ingrijpen. Ik denk... Ik denk dat wij al een vrij groot aanbod aan seniorenwoningen hebben. Als ik kijk naar gemeente Eindhoven. Als ik inlog op de site van een of andere woonzie of zo. Staat er ook al mijn seniorenwoning. En een seniorenwoning. En een seniorenwoning. Eventueel kunnen er meer bijgebouwd worden. Ik vind alleen dat niet een hele grote... Ik zie dat niet zo duidelijk als dat een probleem. Als bijvoorbeeld de voorgaande dingen die ik heb benoemd, denk ik. Zoals de huisjesmelkers en dat soort dingen. Ik moet zeggen dat ik daar niet echt heel erg bewust over heb nagedacht. Dus er is heel veel vergrijzing in Nederland. Mm-hmm. Een groot deel van de mensen, als we naar de bevolkingspyramide kijken. Mm-hmm. Nou, het aandeel van ouderen neemt echt heel veel toe. Dat is ook bijvoorbeeld een ander onderwerp waarom de pensioen onder druk blijft staan. Hè. Dat is waarom iedere keer de pensioenleeftijd verhoogd. Omdat mensen worden ouder en blijven ook langer leven. Zeg maar. Dat is zeg maar een feit. En dat aandeel neemt toe. Maar dus jij denkt van, nou, dat zal op zich geen, dat zie je niet, daar vind je overheidsingrepen niet zo handig als ik het goed begrijp. Niet echt heel bewust over nagedacht, moet ik zeggen. Okay, dus okay. Ik ga er niet te veel over kwijt als ik niet veel kennis heb. Mening over heeft. Ja, ik vind sowieso dat je als overheid zijnde niet heel veel kan ingrijpen op de ouderen. Want anders ga je, wat ik al zei, tegen op de vrijheid van de mens. Ja. Maar ze zouden eventueel wel kunnen regelen dat, dat in ieder geval een gebied met ouderen gemaakt wordt, wat jij al aangaf. Dat, ja, maar dan kom je weer met de overheid ingrepen. Je kan niet echt, je kan niet heel veel. Je kan niet heel veel doen daarop. Het is eenmaal op dit moment heel veel vergrijzing in Nederland. Ja. En dat neemt ook naar de termate toe. En Ik denk gewoon, als ik oud ben, dan wil ik zelf bepalen waar ik wil wonen. Als ik in mijn eigen huis, dan mijn eigen huis. En als als er een lokkertje daar is, dan zou ik op zich wel naartoe willen gaan. Alleen dat moet dan vanuit de markt komen, zeg je dan. Alleen, als jij een ondernemer wilt starten met bejaardentehuizen, dan is dat geen overheidsregel, maar dan wil je dat als ondernemer gaan doen. En je kan niet iemand zeggen dat hij geen onderneming mag starten. Want hij kan in principe doen wat hij wil, zolang hij niet de wet en regelgeving ontbreekt. Maar ben je dan ook, wat ik dan afvraag, Ilka, ben je dan ook voor stimuleringsmaatregelen vanuit de overheid om te stimuleren dat er dus meer ondernemingen zouden kunnen zijn op het gebied van bejaardentehuizen? Of ben je ook daarop tegen, zeg maar, dat de overheid zou moeten kunnen stimuleren om het ondernemingsklimaat te bevorderen? Dat is ook een rol van overheidsingrijp natuurlijk, maar alleen, misschien denk je van nee, de overheid moet zich helemaal afzijdig houden, de markt lost zelf wel op. Zo kan je het ook gewoon zien, dus ik ben benieuwd naar je visie. Niet echt per se bemoeien of niet bemoeien. Het is echt, als je ziet dat de mensen in Nederland niet het probleem zelf zou op kunnen lossen, dan zou je eventueel als ondernemer kunnen zeggen, hey, oké, de probleem lost zich niet vanzelf op. De mens of eventueel de onderneming in dit geval lost het probleem niet op. Ja, dan kunnen ze eventueel zelf kijken, op dit gebied kan de mens zich niet onder zichzelf eruit halen, dan kunnen zij eventueel kijken of eventueel stimuleren dat mensen toch die onderneming kant in gaan, zeg maar. Bijvoorbeeld eventueel subsidies, maar dat kost weer geld. En veel belasting, meer subsidies, meer belasting. Ik snap je precies. Alleen, je moet een overweging maken als overheid zijnde. Is het interessant voor om in te grijpen, ja of nee, in dat gebied? Op dat gebied. Ja, we komen ook tot het einde van ons kwartier. Dus jullie hebben allebei een minuut voor jullie slotbetoog. Nou, de stelling was: het woningtekort
moet worden opgelost door de overheid. Nou, en jullie, of jullie nog steeds voor of tegen zijn. En nou, laatste zin eigenlijk voor beide personen. Ik weet niet wie wil beginnen. Ik ben nog steeds voor. Was ook het eerste wat ik had benoemd. Bestaanszekerheid is een heel groot onderdeel van de campagne. En wonen is daar ook onderdeel van. En vind ik dat er heel veel aandacht aan besteed moet worden. En door de overheid. En, dus de oplossing ligt bij de overheid? En vind ik ook. Ja. 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 En Ilke? Ik ben er nog steeds tegen. Ja, als je eenmaal de immigratie tegenhoudt, dan komen er heel veel woningen vrij. En ja, door, als de overheid ingrijpt, dan, dan zou je de vrijheid van de mensen schenden. En ja, dat is niet gepast in Nederland. Dus jij ziet de rol van de overheid meer voor niet bemoeien met het woningtekort, met binnenlandse aangelegenheden, maar meer van zolang je de instroom beperkt, dus de overheid moet zich op de buitengrens richten, ja, instroom en dan heb je dat probleem ook opgelost. Ja, de overheid moet zich echt met overheidszaken bemoeien en niet met de mens. Want ja, ze zeggen dat Nederland een vrij land is. Dat moet blijken door het niet in te grijpen, zeg maar. Alright, ja, super, dankjewel. Nou, dan komen we bij het einde van het debat. Bedankt voor jullie bijdrage. En nou, dan gaan we zo door naar de volgende. Dankjewel. Dank je.